Fietsliefhebbers uit alle windstreken verzamelen zich vandaag bij Café Heutink. Want dat is het zenuwcentrum van de Tour de Mariënvelde. De tv staat hier vrijwel non-stop aan. De etappes worden op de voet gevolgd en deelnemers kunnen zich inschrijven voor de grootste Tour de France pool van Oost-Nederland. Nou, die spanning hè, van wie wint de Tour hè? En je leeft mee hè, die drie wegen. Ik vind het wel fijn. Het spelletje is eigenlijk heel eenvoudig. Je kiest 22 renners die meedoen aan de Tour de France en die kunnen in elke etappe kunnen die punten scoren voor jou. En die punten worden opgeteld en aan het eind van de Tour de France wordt dan gekeken wie de meeste punten heeft verzameld. Bijna 4000 deelnemers doen mee aan de 28e editie van de Tour de Mariënvelde. Dit jaar is het spannender dan ooit, nu er een beroemde Achterhoeker tot een van de favorieten van de echte Tour behoort. Robert Geesink, toevallig een oud-leerling van organisator Wijkamp. Ik heb me succes gewenst bij SMS en ik hoop dat hij het iets beter doet dan vorig jaar toen hij zesde werd. En Contador en Schleck zijn erg goed en ik hoop dat zij het misschien dit jaar iets minder zullen presteren dan vorig jaar. En wie gaat er winnen? Ik verwacht toch Contador. Want dat is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de wielerliefhebbers. Wie gaat de Tour winnen? Andy Schleck. Contador, denk ik. Robert Geesink. Omdat de Achterhoeker is. Maar de kans dat Geesink de Tour wint is klein, volgens Alfons Kolkman. Hij heeft er verstand van, want hij is oud-winnaar van de Tour de Mariënvelde. Wat is nou uw geheim? Waarom wint u? Toch veel lezen over de Tour. Ja, en een beetje geluk natuurlijk. Daar komt er ook bij kijken. En geen doping? Ja, doping ook wel, ja. Proost.